wat WB Twente ons te vertellen heeft. Die wil het water in de toekomst ook schoonhouden. Is dat, zeg ik dat goed zo? Ja. Je bent op dit moment de vertegenwoordiger van de club. Ja, dat klopt. Welke school zijn jullie? Het Bataafs Lyceum. Bataafs Lyceum uit Almelo? Hengelo. Oh, Hengelo? Ja. En wat hebben jullie bedacht? Wij hebben bedacht dat wij vooral ons... dat ons project, ja, het gaat dus over water en dat ze het schoon willen houden. En het gaat dus meer om de campagne, zeg maar, bewustwordingscampagne, dan om het, dan om de nieuwe innovaties. Ja. We hebben dus bedacht van, wij willen de mensen die ons water gebruiken, dus eigenlijk ieder inwoner van Nederland, willen wij bewust maken dat die windgebieden die hier in Nederland en Overijssel en zo zijn, dat die heel kwetsbaar zijn. En, wat bedoel je dan met kwetsbaar? Wat denk je dan aan? Makkelijk te vervuilen. Met? Afval. Afval. Meestal is een waterwindgebied ook een recreatiegebied. Dus dat kan worden gewandeld, worden gefietst. Maar, meestal hebben die wandelaars of fietsers hebben ook eten en drinken bij zich. En dat, daar zit verpakkingsmateriaal omheen. Alleen mensen denken daar dan niet zo goed bij na van, oh, mijn flesje water is op, laat ik het in de tas stoppen. Nee, dan denken ze van, oké, ik moet van het flesje af, ik zie geen prullenbak, dus ik gooi het maar gewoon weg. Maar dat maakt toch voor drinkwaterkwaliteit niks uit, zo'n flesje wat daar ligt onder de bosjes? Ja, het kan in de bosjes terechtkomen, maar ook wel in het water. Hoe komt het in het water, denk je? Het is waarschijnlijk een meer waar dat water is in opgeslagen. En in dat meer, daar kan ook gewoon afval worden gegooid. Maar dat water, daar moet wel worden gezuiverd. Ja, dus het gaat ook om de kosten van zuivering zo laag mogelijk te houden. En hebben jullie ook een nieuw waterwindgebied moeten ontwerpen? En dat is hier nog even in het groot, want die is gedraaid. Deze is wat in het groot. Dat is eigenlijk een waterwindgebied, maar ook direct een heel recreatiegebied eromheen. Oké, en waar is het? Heb je ook een plek? Dit is vooral de vijver bij ons naast de school. Daar zit een vijver. En als je die nou een beetje gaat ombouwen, dan zoals je hier ziet, kunnen hier bankjes worden geplaatst. Kinderen kunnen hier spelen met een vlot, die kun je van de een naar de andere kant trekken. En hier is een speelveld met een grote schommel bijvoorbeeld, of glijbaan. Vijven waar gewoon water in zit. Twee kleine voetbalveldjes, een fontein, allemaal leuk aangekleed en zo. Bos omheen met verschillende soorten bomen. Hoe groot is dit gebied nu? Ongeveer? Ongeveer. 100 bij 100? Zoiets, ja. Of is dit, want dit is een klein voetbalveldje? Ja. Oh, dus dan is het wel veel groter dan. Dan is een kilometer bij een kilometer of zo. Maar in ieder geval een behoorlijk gebied en daaronder wordt dan water gewonnen? Ja. Daar zit goed water? Ja, dit kleine deel zorgt er nog voor dat dit niet gaat overstromen wanneer het echt heel erg hevig regent. Ja. Oké. Heb je er vertrouwen in? Beetje, ja. Beetje veel. Beetje veel. Ja. Nou, kom goed. Een beetje realistisch te zijn. Nee, je bent je aan het indekken. Tot vanmiddag in de finale.